Ik geloof er ontzettend in dat het in ieder geval wel bij onszelf begint. En dat wat je in jezelf kunt overwinnen, dat je daarin iets heel betekenisvol aan de wereld kan geven. Dat de wereld echt wacht op jouw talent. Want dat we allemaal dat unieke, we hebben allemaal een uniek talent. Nou, als dat samen kan komen, nou, hoe mooi zou de wereld er dan uitzien? Ja, ik ben Hanna Kuppen en ik ben 43 jaar. In 2014 is mijn eerste boek uitgekomen en dat heet Liefdesbang. En afgelopen januari 2017 is mijn tweede boek uitgekomen en dat heet Liefdesroep. Waar ze raakvlakken met elkaar hebben is dat waarbij Liefdesbang het gaat over hoe de angst de liefde saboteert in liefdesrelaties, in romantische liefdesrelaties. Daar gaat Liefdesroep over hoe angst je kan saboteren in het werkelijk volgen van je hart en het vinden van je bestemming. De relatie daartussen is eigenlijk zelfliefde. En bij verlatingsangst en bindingsangst, daar heb je eigenlijk aangeleerd om te relateren vanuit een vals zelfbeeld. En dat is eigenlijk vanuit angst. Van als ik mezelf zou laten zien zoals ik werkelijk ben, dan zit daar de overtuiging achter. Dan ben ik niet goed genoeg of dan ben ik niet geliefd. Dus gaan we ons aanpassen en gaan we naar een vals zelfbeeld leven. En dan kom je in de dynamiek terecht tussen verlatingsangst en bindingsangst. En op het moment dat je dan leert om weer je ware zelf te omarmen en lief te hebben, hè, dat je leert vanuit zelfliefde relaties aan te gaan, dan kan je dat angststuk loslaten. En om werkelijk de liefdesroep te kunnen gaan leven, die overstijgend is, hè, aan de romantische liefde, maar die echt wat jij te doen hebt in jouw leven, wat jou werkelijk betekenis geeft, waarin jij het unieke verschil kan maken. Dat kun je eigenlijk ook alleen maar vanuit zelfliefde doen. Want als je dat niet vanuit zelfliefde doet, hoe kun je dan werkelijk betekenis geven? Zelfliefde, wat is dat? Of hoe kom je daarmee in contact? Want dat is dat dan wat je in eerste instantie te doen hebt, om daarmee contact te maken. Ja, en het klinkt, dan als je het zo stelt, klinkt het bijna alsof van, weet je, het een moet voor het ander. Terwijl het ook een cyclisch proces is, zeg maar. Hè? Weet je, het is ook gaandeweg het volgen van je liefdesroep, krijg je vanzelf eigenlijk ook alle lessen naar je toe die je daarin ondersteunen. Of dat je het onder ogen komt, dat je het moet aankijken. Ja. Zelfliefde is werkelijk de liefde voor jezelf voelen. En dat is eigenlijk je hart openen voor jezelf. Ja. En we kunnen best makkelijk ons hart openen voor een ander. Maar om dat echt te openen voor jezelf en alles van jezelf lief te hebben, dat is nog wel een klus voor veel mensen. Je bedoelt werkelijk alles? Werkelijk alles van jezelf lief te hebben, is dat mogelijk? Zie je ook je schaduwkanten? Juist ook je schaduwkanten, ja. Ja, want juist in die schaduwkanten, daar zit ook een kracht. En waar we nog oordelen hebben over onszelf, van dat mag er niet zijn, of dat veroordeel ik nog, daarin kunnen we de ander ook niet, kunnen we ons hart ook niet openen voor een ander. Nee. Dus ja, juist ook de schaduwkanten. Op het andere niveau heb jij het over dat dit een tijd is waarin we van angst naar liefde gaan, hè? Waaruit maak jij dat op dat we in zo'n tijdsgewricht zitten, van dat juist dat proces een belangrijke rol speelt? Weet je, wat je om je heen ziet gebeuren is dat de dingen die gebaseerd zijn op angst, dat die uiteindelijk op de lange termijn niet werken. En en dat er eigenlijk al veel mensen voelen dat er iets nieuws moet komen. Dat we eigenlijk een ander fundament moeten gaan leggen. Zoals dat ook, als je het dan hebt over het voorbeeld van relaties. Nog nooit waren er zoveel mensen
waren de scheidingenpercentages zo hoog? Waren er zoveel mensen single? Dus blijkbaar werken relaties die gebaseerd zijn op angst, werkt niet meer. Die valt uit elkaar. Ja. Ja. Dus we moeten eigenlijk naar de lijm die echt verbindt. En die lijm is eigenlijk liefde. Ja. Liefde verbindt werkelijk. Ja. En dus dat hebben we in, ja, als je het hebt over thema relaties, hebben we het daarin te leren. Want je ziet het gewoon om je heen gebeuren. Ja, ja, als je het hebt over de scheidingen, dat is, er zit inderdaad ook iets in van dat mensen het moeilijk vinden om zich echt te verbinden. Maar dat is één aspect. Het verbinden is heel belangrijk. Maar je volle potentieel benutten is ook een belangrijk ding. Ja, ik denk dat dat eigenlijk misschien wel onze diepste wens is. Om echt uit jezelf te halen wat erin zit. Want ja, je kunt je leven leven en je kunt het zodanig leven dat je nu weet wat je tot je 80ste gaat doen bijvoorbeeld. En dat je dat misschien wel heel goed doet, maar dat je dan nog niet jouw talent aan de wereld hebt gegeven. Ja. En ja, nou ja, weet je, en voor de een is dat prima. Maar ik denk dat we eigenlijk het meest gelukkig worden als je zegt van, hé, maar dat unieke stukje wat ik in me heb, als ik dat aan de wereld geef, ik denk dat dat echt de grootste vervulling geeft. Ja. In eerste instantie denk ik dat het heel belangrijk is om te gaan voelen, waar word ik nou werkelijk blij van? Waar maakt mijn hart een sprongetje van? En eigenlijk weet je dat allemaal. Als je werkelijk die vraag aan jezelf durft te stellen, weet je heel goed van, hetgeen wat ik nu doe, maakt mijn hart daar werkelijk een sprongetje van? Of en je daar eens ook de ruimte voor te gaan geven om daar eens over te gaan fantaseren. Dat is een vraag die stel je aan jezelf eigenlijk. Die vraag die stel je aan jezelf, ja. En als alles mogelijk zou zijn, waar zou je dan het allermeest blij van worden? Eigenlijk als kind hebben we daar al, ja, hebben we daar nog veel meer toegang toe. Dan durven we eigenlijk nog veel voller te dromen en te fantaseren. En zijn we nog niet zo geconditioneerd over wat hoort en wat kan en wat toch niet kan. Dus op een gegeven moment komen daar ook wat laagjes overheen en dan vergeten we dat. Dus je kan ook eens stilstaan bij van, hé, waar heb ik nou als kind eigenlijk altijd van gedroomd? Wat was mijn ideaal van het leven? Of waar maakte jij je tekeningen over? Of waar vertelde je over? Dus betekent dat dan dat je eigenlijk, om erachter te komen, altijd terug moet gaan naar je kindertijd? Nee, dat zou ik zeker niet zeggen. Het kan een hele belangrijke hulpbron zijn om dat ook eens mee te nemen. Maar het is vooral heel erg ontvankelijk zijn en openstaan voor hoe je ook wat je tegenkomt in het leven. Kom je dingen tegen, zoals bijvoorbeeld iemand die ontslagen wordt en die zegt, oh weet je, nu is alles, ben ik mijn salaris kwijt en mijn zekerheid kwijt en noem maar op. En dan is het eigenlijk iets vervelends wat je overkomt. En tegelijkertijd kan het je juist ook helpen om een omslag te maken naar van, hé, maar was het eigenlijk nog wel precies wat ik wilde? Ja, en heel vaak moet je dan ook tot de conclusie komen van, nou ja, weet je, misschien heeft dit ook wel een hele mooie kans in zich om nu eindelijk echt te gaan doen waar mijn hart wel heel blij van wordt. Ja, ja. Dus het is ook een beetje kijken hoe het leven stroomt. Ja. Een prachtig voorbeeld, zoals ik het zelf aan de lijve heb ervaren, is dat ik begon aan het boek Liefdesroep. En dat ontstond zo diep vanuit mijn hart. En ik kreeg echt in korte tijd alles op mijn pad wat ik daarvoor nodig had. Ja. Dus precies de goede mensen op het goede moment. Als ik dacht van, hé, weet je, nu wil ik hier een hoofdstuk over schrijven. Dan had ik een afspraak met iemand waarvan ik dacht, jeetje, dit is de aangewezen persoon. Dus het diende zich aan op de meest onverwachte momenten. Ja. Dus dat is je komt in zo'n andere stroom terecht. Dat je voelt van, hé, ik ben aangesloten op iets groters. Ik word ergens, het voelt als een ondersteuning door iets groters. Ja. Ja. En dat is wat de drive van liefde doet.
Ik zie jou helemaal. Helemaal? Ja, ik zie je helemaal. Jij bent ook te zien? Ja. Ja, het is echt precies zo. Precies. Ja, precies. Dat is het idee.